Kijkers van Look TV, een hele goede morgen en welkom bij deze uitzending. Het is vroeg en we zijn niet in Schiedam. U ziet het op het bord. We zijn in België aanbeland, in Vlaanderen, oftewel in Hasselt. Nou, wat zult u zeggen? Wat heb je nou in Hasselt te zoeken? De oude gemeenteraad, die neemt afscheid en die gaan vandaag eigenlijk als een soort personeelsuitje nog uit. Maar het leuke wordt met het aangename gecombineerd. En we zijn in Hasselt eigenlijk om te kijken naar twee dingen. Het parkeren in Hasselt, het centrum autovrij maken, daar zijn ze hard mee bezig. En wat ook heel erg aardig is, Hasselt kent gratis openbaar vervoer. Nou, hoe dat allemaal werkt, dat gratis openbaar vervoer en dat stadscentrum autovrij maken, dat ziet u allemaal in deze reportage van Look TV. Hasselt is de provinciehoofdstad van Belgisch Limburg en ligt in de zogenaamde Eurregio Maas-Rijn, niet veel ten westen van Maastricht. De stad kreeg rond 1200 stadsrechten en is dus iets ouder dan Schiedam. Qua omvang ontlopen Schiedam en Hasselt elkaar niet veel. Hasselt heeft zo'n 70.000 inwoners. Wel heeft het een veel grotere oppervlakte. De belangrijkste overeenkomst tussen de twee steden is het jeneverleden. Er zijn echter ook verschillen. Zo heeft Hasselt als provinciehoofdstad een duidelijke regiofunctie. Het centrum van Hasselt is autoluw, maar het openbaar vervoer is gratis. Voor het autoverkeer zijn rond het centrum twee ringen aangelegd. De kleine ring rond het oude stadscentrum en op iets grotere afstand de grote ring. We hebben net een indrukwekkende lezing achter de rug door meneer Lambrechts. Hij is mobiliteitsambtenaar bij de gemeente Hasselt. Meneer Lambrechts, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft net eigenlijk aan de gemeenteraad Schiedam uitgelegd dat gratis openbaar vervoer mogelijk is. Dat het centrum autovrij maken mogelijk is. Maar dat moet toch wel voor de gemeente Hasselt een hele ingrijpende periode geweest zijn. Het is een heel moeilijke periode geweest, maar ook een heel leuke periode tegelijkertijd geweest. Dat je dus op zoveel punten moet letten, oppassen dat iedereen tevreden blijft tijdens grote werken die we ook gedaan hebben natuurlijk. En natuurlijk gaat het openbaar vervoer, kost uiteraard geld. En dat moet dan uit de stadskas komen en ook dat is natuurlijk allemaal niet zo evident, maar dat is allemaal goed gelukt. En iedereen is op dit ogenblik zeer tevreden, hebben wij de indruk. Ja. Mensen zijn heel ongerust als ze niet weten wat er gaat gebeuren. Als je het hun op voorhand allemaal mooi vertelt, dan is er eigenlijk bijna nooit een probleem. Mm-hmm. Je moet dat doen met alle communicatiemiddelen die je hebt, via een stadskrantje extra, in de bus stoppen, de data-uren dat straat afgesloten zijn tijdens de werken, waterleiding afgesloten. Vertel het hun allemaal en er is eigenlijk geen enkel probleem. Ja. Wat mij opviel in uw verhaal was dat u niet alleen het openbaar vervoer erg promoot, maar ook het fietsen. Fietsen is belangrijker dan openbaar vervoer. Omdat eigenlijk in zo'n stad gelijk Hasselt, die toch echt niet zo groot is, daar is openbaar vervoer belangrijk. Maar je kan veel makkelijker nog met de fiets overal naartoe. 5 kilometer is toch niet echt een probleem. En Hasselt centrum is maar 800 meter doormeter, het oude stadsgedeelte natuurlijk. En de grote ring rond Hasselt is 10 kilometer lang. Zo geweldige afstanden zijn dat allemaal niet. Nee. Dus... Heeft u nou, zeg maar, de politieke in Hasselt, hebben zij nou veel zeg maar, tegenwerpingen gehad van de bevolking die toch graag met de auto overal wil komen? Als je dat maar niet ineens doet allemaal, dan is dat niet echt een probleem. Je moet dat heel geleidelijk doen, dat afbouwen. Je moet, ja, zonder het te zeggen, het moet onmerkbaar zijn. Dan is dat niet echt, dan wendt men daar ook makkelijker aan. Maar als je zegt, vandaag sluiten we, of morgen, dan mag je nog een goede reclamecampagne voeren. En je zegt, binnen 2 weken sluiten we de stad af. Ja, dan staat Hasselt op stelte. En niet alleen Hasselt, maar Schiedam en iedereen, denk ik. Ja. Dus je moet dat eigenlijk zo rustig mogelijk doen en daar jaren tijd voor nemen. Ja. Een opmerkelijke uitspraak van u was dat in de jaren 90 waren het de winkeliers die vooral niet wilden dat de binnenstad afgesloten werd, want met auto's belangrijk. En nu is het eigenlijk andersom. Het zijn nu de winkeliers in Hasselt die zeggen helemaal afsluiten die binnenstad. Hoe verklaart u dat? In 1990 hebben wij het circulatieplan ingevoerd. En het circulatieplan dat ging toen met voorlopige maatregelen. We hadden wel ondertussen veel parkeerterreinen plaatsen bijgemaakt, tijdelijk, om dan later definitief te maken. En toen riep men in de gemeenteraadszaal, no parking, no business. Maar diezelfde man die toen het hardste riep, met naam en toenaam gekend, vraagt vandaag in zijn straat om de parkeerplaats af te schaffen. Zo erg verandert zoiets. Ook op cultureel gebied heeft Hasselt het nodige te bieden. Onder andere in een aantal musea. Net als Schiedam heeft Hasselt een jenevermuseum. Daar gaan we later nog even kijken. Eerst brengen we een bezoek aan het Stedelijk Modemuseum. Thank you.
naast mij staat een schepen. En in België is een schepen, dat is eigenlijk gewoon een wethouder, mevrouw Lieve Paulet. Mevrouw Paulet, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is een mooie uitdrukking, een schepen. Ja, waar het vandaan komt, het is een middel-Nederlandse term, dus ik vermoed dat er ooit wel schepenen ook bij jullie waren. Ja. Wat is precies uw functie hier in de gemeente Hasselt? Ik ben verantwoordelijk voor cultuur en toerisme. Daar behoren de musea toe en de monumenten, het erfgoed van deze stad. Ja. Nou is het zo dat hier bij ons in Schiedam daar natuurlijk ook over gesproken wordt. Er zijn discussies, moet je bijvoorbeeld een museum hebben of is dat tegenwoordig te duur? Hoe is dat bij jullie in Hasselt? Ja, de discussie is niet van moet er nog een museum komen, wel dat de drie musea die er zijn, laten we zeggen, moeten uitgebouwd worden zodanig dat ze en voor de bewoners van de stad betekenis hebben en dat ze een rol spelen in het toeristische verhaal van deze stad. Mm-hmm. Wij hopen de mensen vanuit Schiedam naar de stad te krijgen, niet alleen voor de stad en wat we te bieden hebben in de open ruimte, maar ook wat we te bieden hebben in de musea. We hebben een Genevermuseum. Het is een site waar ooit Genever werd gestookt. Vandaag gebeurt dat nog. Het is dus niet alleen een museum waar het oude wordt bewaard, maar elk jaar opnieuw wordt er een eigen Genever gestookt. Een van de dingen waar we de laatste jaren heel hard mee bezig zijn, is ook om educatieve programma's in de musea uit te bouwen, zowel naar jongeren toe, maar ook volwassenen. En bijvoorbeeld in het Genevermuseum hebben we een programma lopen rond smaak en geuren, want wat blijkt, mensen hebben altijd maar een minder breed palet aan smaken en kleuren, aan geuren, en we denken dat we daar ook een stukje opvoeding kunnen brengen. Ja. Nu is het zo dat in Schiedam op het ogenblik ook de discussie is, moeten de binnenstad helemaal autovrij worden? Moeten, net als bij jullie, ook het openbaar vervoer gratis gepromoot worden? Kunt u nu zeggen dat na aanleiding van al die maatregelen, auto's uit de stad, dat soort zaken, gratis openbaar vervoer, dat dan het toerisme ook toeneemt? Wij merken wel, Hasselt is een vrij kleine stad, 70.000 inwoners, maar wij zijn wat heel België betreft het vierde handelscentrum. Dus de stad wordt altijd maar attractiever en gelukkig ook attractiever voor Nederlandse winkelende mensen. Wij kunnen dus alleen maar besluiten dat al die maatregelen samen de aantrekkelijkheid van de stad uitmaken. Ik denk dat de traditie bij ons wel degelijk zo is dat je de zondag in de stad kunt eten, terrasje nemen. De terrasjes vooral op zonnige dagen zitten overvol. We zijn zelfs voor het eerst in de geschiedenis van de stad overgeschakeld op winterterrassen, verwarmde winterterrassen, zodanig dat ook op een zonnige winterdag de mensen onder het terrasje buiten kunnen genieten. Wat de film betreft, we hebben een ongelooflijk groot filmcentrum waar duizenden wekelijks naartoe komen. Maar ook in de stad is er, vooral rond het Dussaertplein, een plein waaronder je een heel grote parkinggarage vindt, nogal wat studenten- en jongerencafés. En het is niet zo dat er alles kan gebeuren. Er is een bijna wekelijks overleg tussen die caféhouders en de stad om te zorgen dat alles goed verloopt. We hebben een soort weekend stewards die ervoor zorgen dat de bewoners van die omgeving niet te veel overlast hebben, maar dat ook de jonge mensen nog altijd de weg vinden naar die cafés en er zich kunnen amuseren, elkaar vinden, zoals dat voor jongeren hoort. Er zijn voldoende studentencafés, maar ik kan verder zeggen dat ook het cultuuraanbod naar de jongeren vrij groot is. Het is zo dat we een muzikodroom hebben. Wat kunt u zich daarbij voorstellen? Een plek, het is iets buiten de Grote Ring, een vroeger havengebied, waar jonge mensen kunnen komen musiceren, muziek luisteren, concerten bijwonen. En dat kan allemaal zonder dat er te veel hinder is voor omwonenden. Natuurlijk kwamen we niet met lege handen op bezoek. Burgemeester Scheres had voor zijn Hasseltse collega en zijn schepenen een presentje meegenomen. En ook het stadsbestuur van Hasselt had een verrassing voor de Schiedamse delegatie. Hoewel het centrum van Hasselt maar 800 meter in diameter is, is het zeker de moeite wel waard. Talloze steegjes en doorsteekjes en uitgebreide winkelstraten wisselen elkaar af. We maken een korte stadswandeling. Thank you.
Hier staan we voor de Virgayesse-basiliek. De Virgayesse-basiliek is het huis van de Virgayesse. Dat is het miraculeuze Onze Lieve Vrouwenbeeld van Hasselt, waar de Hasselaren elke 7 jaar de grootste feesten voor organiseren. En we kunnen misschien even gaan kijken naar de schutsvrouwen van Hasselt. Nou kijk eens, het is onvoorstelbaar. We zijn een beetje aan het winkelen door Hasselt. Als u zegt van nou werkelijk prettig winkelen, u ziet het, we hebben schitterende dingen gezien. En we gaan gewoon nog eventjes verder kijken. Hasselt heeft de afgelopen jaren hard aan zijn centrum gewerkt, maar het is nog niet helemaal af. Deze twee torenflats, een erfenis uit de jaren 60, wachten nog op een nieuwe bestemming. Die is al gevonden, al weet kennelijk nog niet iedereen er het fijne van. We vragen de burgemeester van Hasselt wat zijn stad zo uniek maakt. Wel, het gratis openbaar vervoer is voor een stuk uniek. Wij staan nu vast in Vlaanderen dat men een gedeelte van ons plan overneemt. Bijvoorbeeld senioren kunnen gratis op de bus in gans Vlaanderen. In sommige steden kunnen ook jongeren gratis op de bus. Maar het openbaar vervoer is eigenlijk maar een onderdeel van ons globaal mobiliteitsplan. En uiteraard zijn we heel fier op de manier waarop dat allemaal in Hasselt loopt. Ik durf niet beweren dat alles perfect is. De perfectie is niet van deze wereld. Maar toch denk ik dat we best tevreden mogen zijn over onze stad. In Vlaanderen worden wel nog eens bekeken als een buitenbeentje. En durft men toch niet overal openlijk toegeven dat hetgeen dat er in Hasselt gebeurt, dat goed is. Maar wij stellen vast dat de mensen zelf zeer veel tevreden zijn. Ik bedoel daarmee de Vlamingen, de Belgen zijn heel veel tevreden en komen in grote getalen onze stad bezoeken. En daar zijn we zeer tevreden over, zeer blij om. De communicatie rond het mobiliteitsplan is zeer goed gevoerd. Want anders zouden we heel veel tegenstand gekregen hebben. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze middenstand, onze plaatselijke middenstand. En we hebben van in het begin geprobeerd om precies te vertellen wat willen we, waar gaan we naartoe, wat willen we bereiken. En de mensen hebben het geduld opgebracht om dan te luisteren, om geduldig te zijn. En ja, de Hasselaren zijn nu ook wel best fier op een stad. Ja. Ik denk dat het voor de ontwikkeling en de toeristische ontwikkeling van een stad belangrijk is dat men vertrekt met hetgeen dat men heeft, dat men vertrekt van dat beetje geschiedenis dat er is, dat men van daaruit probeert een toeristisch beleid op poten te zetten. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. En een tweede zaak is
dat men moet kunnen beroep doen op de inwoners. Een stadsbestuur dat plannen maakt zonder dat die gedragen worden door de inwoners, wel, dat lukt niet, dat loopt slecht af. En op dat vlak hebben wij in Hasselt heel veel geluk gehad. De mensen steunen ons, zijn enthousiast en doen mee. Bijvoorbeeld rond mobiliteit hebben we in elke wijk, in elke deelgemeente, avonden vergaderingen gehouden om te luisteren naar de mensen. Wij hebben geprobeerd ook via onze stadstelevisie berichten rond te sturen, de mensen te informeren, dus op de meest diverse kanalen. Maar vooral denk ik dat het belangrijk is dat we in een eerste fase goed geluisterd hebben naar de mensen en geluisterd naar wat zij graag zouden willen. De overlapping die beide steden hebben, Hasselt en Schiedam, is natuurlijk de jenever. Is dat inderdaad zo'n belangrijk product om daar de toeristen mee te trekken? Wel, het is de jenever is een beetje het zout in de soep. Het geeft een extra dimensie aan ons toeristisch beleid. Mm-hmm. Wij proberen ons als stad ook te profileren rond het culinaire, rond de kwaliteit van eten, kwaliteit van drinken, goede restaurants, lekkere jenever. En in die zin speelt de jenever wel een belangrijke rol. Jenever dus. En zoals beloofd gaan we een kijkje nemen in het Nationaal Jenevermuseum van Hasselt. Zo, kijk eens, dat was een hele dag. Hasselt, we hebben van alles gezien. En het is natuurlijk toch ook een beetje aardig om te horen hoe de voormalig wethouder van Schiedam, wethouder Hafkamp, over dit alles denkt. Hij heeft natuurlijk jarenlang in Schiedam de binnenstad gedaan. Ja, meneer Hafkamp, een hele dag rondgelopen in zo'n andere stad. Dat moet voor u toch een soort gevoel hebben zijn van herkenning en toch ook weer vernieuwingen. Nou, Hasselt is een hele boeiende stad. Ik ben er al een aantal keren geweest, dus het was niet helemaal nieuw voor mij. Ik moet zeggen, dat is een stad die behoorlijk aan zijn toekomst timmert. Goed bezig is op diverse terreinen, zowel wat woningbouw betreft, maar vooral ook op het terrein van verkeer en vervoer. En het is natuurlijk een stad waar je gezellig uit kunt gaan en wandelen. En ze hebben een geweldig museum. Bijna net zo goed als het Schiedamse. Ja. Wat is nou toch het verschil vanwege het feit dat Hasselt dat toch bereikt heeft? Hè? Die binnenstad die is toch behoorlijk autoluw. Heeft dat dan te maken met doortastendheid of met andere zaken? Ja, het systeem in België is volstrekt anders dan het Nederlandse. Dus zij hebben via hun politieke systeem, ze hebben de burgemeester als vooruitgeschoven post in de regering zitten. Mm-hmm. Ervoor gezorgd dat ze over voldoende financiële middelen beschikten. Maar wat voor ze denk ik heel belangrijk is, ze beschikken over ruimte. Als je kijkt dat Schiedam over ongeveer 2000 hectare grond beschikt, beschikken zij ruim over 10.000 hectare grond. En dat is natuurlijk een groot verschil. Ja.
Dan hebben zij, om even heel specifiek te zijn, dat gratis openbaar vervoer. Dat is een heel groot succes. Zijn dat nou dingen waarvan u zegt van ja, dat moet toch ook bijvoorbeeld in een stad als Schiedam te verwezenlijken zijn? Nou, het systeem is daar geheel anders dan wat wij in Nederland gewend zijn. Wij hebben geen eigen stadsvervoer, dat hebben zij dus wel. En ook streekvervoer. Het is een centrumgemeente, hoofdstad van de provincie Limburg in België. En wij zijn afhankelijk van het openbaar vervoer, wat A, landelijk voor een groot gedeelte gesubsidieerd wordt en regionaal georganiseerd wordt. Dus als Schiedam heb je daar zelf geen invloed op. Dan hebben we gezien hoe zij dus met ringen werken. Ze hebben een ring om de stad voor het verkeer en dan nog eens een tweede ring. Dat is een soort ontmoedigingsbeleid. Dan hebben ze een heel soort parkeerbeleid erop losgelaten. Is dat nou iets waarvan u zegt van ja, dat zou Schiedam gewoon kunnen kopiëren? Of zijn ook voor ons in Schiedam de voorwaarden weer anders? Het zou geweldig zijn als we dat in Schiedam zouden kunnen realiseren. Wij beschikken helaas niet over twee van die rondwegen rond je stad. En met name die binnenste ring is natuurlijk fantastisch zoals ze dat gedaan hebben. Ook qua groene aankleding, als je dat zo mag zeggen. Maar wat ook heel fantastisch is, dat ze een aantal parkeergarages aan die ring georganiseerd hebben. En dat betekent dus dat je met je auto vrij makkelijk zo'n parkeergarage in kunt gaan. En je zit dan een paar minuten te lopen van de binnenstad. En als je dat kunt realiseren, dan ben je een paar stappen verder. In Schiedam hebben wij best die mogelijkheid. We zouden daar wat meer nog aan moeten doen. We hebben de APC-parkeergarage, we hebben de parkeergarage onder het stadskantoor. Waarschijnlijk komt er aan de Buitenhavenweg ook weer ruime parkeervoorzieningen. Wat we nog missen is een parkeervoorziening aan de zeg maar, noordwestkant, in de hoek van Dam en Korte Haven. Als we dat zouden kunnen realiseren, dan zouden wij zeker ook onze binnenstad meer autoluw kunnen maken dan nu het geval is. Wellicht als de burgemeester van Hasselt over 10 jaar komt kijken en het is allemaal af, want dat gaat in Schiedam tenslotte ook nog een beetje meespelen, dan zal hij toch nog wel eens verbaasd op kunnen kijken. Dat denk ik wel. Ik denk dat er mogelijkheden zijn om aan die kant, met name denken we dan aan de Nieuwe Haven, om daar onder die brede gracht, laat ik het maar zo formuleren, een parkeervoorziening zouden kunnen realiseren. En als we dat voor elkaar krijgen, dan kunnen we in Schiedam een paar passen voorwaarts maken. Zo, kijkers van Look TV, ja, u heeft het gezien. Zo'n hele dag in Hasselt rondlopen. Geweldige, leuke stad. Natuurlijk andere omstandigheden, andere situaties. U heeft het ook gehoord van wethouder Hafkamp en andere mensen. Maar wel een reden om toch eens een keer rond te kijken en inspiratie op te doen. We hebben het in ieder geval graag voor u gedaan. Dit was Look TV Schiedam. Graag tot de volgende keer.